Hofwoningen zijn een typisch Berlijns verschijnsel. Hoge gebouwen vormen carrés die aaneengesloten achter elkaar liggen. Het voordeel van de carrés is dat ieder pand toch wat daglicht krijgt. Maar hoe verder naar achteren, hoe kleiner het vierkant wordt en hoe donkerder het wordt. De heuven die wij gaan bezoeken zijn opgezet als een mix van woningen en bedrijven. De bazen woonden in de woningen met het meeste licht, de knechten verder naar achteren. In de Berlijnse wijk Mitte zijn twee hofcomplexen gerestaureerd. De Hackische Heuven en de Sophie Gieps Heuven. We starten met de Hackische Heuven. De Hackische Heuven ontstond rond 1906, toen ongeveer 9200 vierkante meter bebouwd werd. Het was een levendige mix van bedrijven en 80 vrij luxueuze woningen. Al voor de Eerste Wereldoorlog kwam er de klad in. Veel bedrijven verlieten de heuven. Na de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende inflatieperiode nam de bedrijvigheid nog verder af. Het complex kwam in bezit van Jacob Michael, die hier de DVK, het Deutsche Familienkaufhaus, vestigde. Jacob Michael was een Jood die op tijd voor de nazi's het land kon verlaten. Het complex werd eerst door de nazi's en later door de DDR onteigend. In 1951 werd het tot volkseigentum verklaard. In 1977 kwam het complex onder monumentenbescherming. Na de wende van 1989 kwamen de erven van Jacob Michael met een claim die in 1993 werd gehonoreerd met de teruggave van het complex. Rond 1995 startte de restauratie, die in 1997 werd afgerond. Het resultaat is een prachtig complex woningen met bedrijven. De Sophie Gieps Heuven liggen tussen de Sophienstraße en de Giepsstraße. Het complex woningenbedrijven stamt uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Onder andere een naaimachine en een fietskettingenfabriek werden erin gevestigd. In de DDR-tijd werden er medische apparaten gefabriceerd. Tussen 1995 en 1997 werd de fabriek gesaneerd en kwamen er lofts, woningen, galeries en een restaurant in. Vanuit de Sophienstraße betreden we de eerste hof van de Sophie Gieps Heuven. Direct zien we een wandtekst die de gehele hoogte van de gevel beslaat. Bij het restaurant in de volgende hof worden we gewaar dat Bazon Brock tegen de dood is. In de muur zitten nog kogelgaten die duidelijk maken dat ook hier in de Tweede Wereldoorlog is gevochten. Als we teruglopen, kunnen we in de Sophienstraße ook nog het hofje van de Sophienseele inlopen, waar vroeger de Berliner Handwerkerverein was gevestigd. Hier riep Karel Liebknecht,
de communistische voorman, in oktober 1918 op tot revolutie. In de Tweede Wereldoorlog werden in het complex buitenlandse dwangarbeiders misbruikt.